De 12e Verenigde Naties Mondiale Week voor Interreligieuze Harmonie, die liep van 1 tot en met 7 februari, is gisteren afgesloten middels een extraordinaire convocatie in de zaal van Ons Erf. Dit jaar was de nationale focus gericht op de rol van religieuze en spirituele leiders bij de educatie, bescherming en ontwikkeling van jongeren. De Wereld Interreligieuze Harmonie Week is in 2010 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ingesteld. Hiermee worden alle lidlanden aangespoord om de boodschap van interreligieuze harmonie gedurende de eerste week van februari te verspreiden. Minister Bronte Sommoharje van Binnenlandse Zaken haalde aan dat deze week een goede gelegenheid is voor alle religieuze en spirituele groepen om meer te weten over elkaar. Dit kan leiden tot beter begrip, acceptatie en in harmonie samenwerken aan een beter Suriname, stelde de minister. Ons sociaal kapitaal kan slechts sterker worden als we bereid zijn bruggen te slaan tussen elkaar. In contact te blijven met elkaar en de binding met elkaar steviger te maken. Geachte aanwezigen, als minister verantwoordelijk voor religieuze aangelegenheden, weet ik dat er een grote potentie ligt binnen de religieuze organisaties om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschouwt de religieuze organisaties daarom als partners van de regering. Een belangrijk beleidsdoel van de afdeling religieuze aangelegenheden is het versterken van deze religieuze partnerschappen, hetgeen in lijn is met het duurzame ontwikkelingsdoel nummer 17. Daniela van Dijk Rosario, onderdirecteur ontwikkelingsdienst van onderwijs, zegt dat de diversiteit aan religie in Suriname kan bijdragen aan een stabiele en vredige samenleving. Het belang van de interreligieuze harmonieweek is dat we gelovigen en niet-gelovigen vredig met elkaar brengen. Samenwerken met elkaar, maar bovenal elkaar waarderen. Ginty Mangru, directeur jeugdzaken, haalde aan dat het belangrijk is dat jongeren zich buigen over alle facetten van het maatschappelijk leven die invloed hebben op hun ontwikkeling. Onder andere het geloof en religie. Ze wijst erop dat praktisch ieder kind al heel vroeg kennis maakt met religie. Toch vindt ze het nodig dat geestelijke leiders de jeugd de basis leert. Dat is in deze meer dan ooit nodig. Om keuzes te maken, de normen en waarden die aan het vervagen zijn, dat wij die hun weer bijbrengen. Want religie biedt een basis, een houvast, om te gaan door te gaan in het leven. Om hoe zullen we onze jongeren begeleiden middels religie en geloof, om de juiste keuzes te maken, om voor hun ontwikkeling, maar ook de uitdagingen waarmee ze te maken hebben. De extraordinaire convocatie ter afsluiting van de herdenking van de 12e Verenigde Naties Mondiale Week voor Interreligieuze Harmonie heeft plaatsgevonden op initiatief van de mannelijke CARICOM jeugdambassadeur voor Suriname, Matthijs Samuel, met technische ondersteuning van de afdeling Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken.